Kamerleden over geldsmijtrel bij de politie. Feestjes, dure vergaderlocaties. Terwijl de politie zelf niet veel geld had, gaf de vroegere Centrale Ondernemingsraad het met bakken tegelijk uit. En dat dat kon gebeuren heeft ermee te maken dat de nationale politie te snel is ingevoerd. Is een van de conclusies in een vandaag verschenen onderzoeksrapport. Kamerleden van links tot rechts hebben er geen goed woord voor over. Het laat heel duidelijk zien dat de nationale politie op een onverantwoorde manier is georganiseerd. En het laat ook zien dat de cultuur bij de politie aan de top niet veranderd is. En dat was wel een belangrijke voorwaarde voor de nationale politie, dat er ook blauw bloed aan de top kwam. Andere mensen met een andere bestuurscultuur. En ja, het maakt wel heel duidelijk dat dat niet gebeurd is. Ik vind dat de minister zich ook wel heel makkelijk achter het rapport verschuilt. Zegt van ja, er is inderdaad onvoldoende toezicht geweest, maar je moet het plaatsen binnen de context van die grote reorganisatie. En er zijn maatregelen getroffen. Maar dat vind ik toch wel iets te snel overgaan tot de orde van de dag. Waarom is die cultuur niet veranderd? Waarom is de politie onder zulke grote druk ingericht? Wat is precies de rol geweest van de minister? Daar heb ik nog zoveel vragen over dat wij ook als Tweede Kamer zelf aan de slag zullen moeten. De manier waarop de ondernemingsraad met publiek geld, belastinggeld is omgegaan, kan echt niet door de beugel, vind ik. En daarnaast wordt gelukkig geconstateerd dat er geen sprake is geweest van omkoping of beïnvloeding. Maar zo kun je niet met belastinggeld om. In het onderzoek is ook gekeken naar de rol van de inmiddels overleden oud-korpschef Gerard Bouwman. Gevreesd werd namelijk dat hij de uitspattingen van de Centrale Ondernemingsraad toeliet om zijn plannen erdoor te drukken, maar daar is geen snipper bewijs voor gevonden.